Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Ook deze week hebben wij een straatvraag voorgelegd aan de mensen van Breda. En deze week ging het over de veiligheid in onze stad. Na meerdere incidenten die zijn voorgevallen in onze binnenstad, zijn wij benieuwd hoe veilig voelen de inwoners van Breda zich nou eigenlijk. Meneer, hoe veilig voelt u zich in Breda? Ik voel me hier voor 90% veilig. En wat is dan die ene 10%? Je weet het nooit. Ja. En u zei dat u hier al heel lang komt. Is dat gevoel altijd zo geweest of is het misschien minder geworden? Ja, ik heb een voorliefde voor Breda. Omdat ik hier vroeger een vriendin had. Zodoende ben ik hier jarenlang gekomen eigenlijk. Ja. Heel veilig, heel op mijn gemak. U heeft, want hoe vaak komt u hier? Eén keer per week. En u heeft nooit iets meegemaakt of een vervelende herinnering? Wel in de krant gelezen, maar zelf nooit wat meegemaakt hier. Leest u zo aan de krant over Breda dan? Nou, dat er weer eens iemand heel hard heeft gereden en iemand is aangereden en dat er iemand gestoken is en meer dat soort dingen. Dus dat er wat misdaad is in Breda, dat ligt voor de hand. Maar ik heb nog nooit gezien hier. Nou, het is nu nog erg vroeg, dus zoals jullie kunnen zien is er... Er zijn mensen op straat, maar het is niet druk en ik voel me prima. Het is veilig genoeg wat mij betreft. Ik voel me goed veilig, ja. Tenminste, ik heb nergens last van. Kent u verhalen of kent u mensen in Breda? Valkenberg is heel vervelend, ook als je van de trein komt om daar doorheen te komen. En zelfs als je gewoon midden voor in de avond daar doorrijdt met je fiets, dan heb ik altijd dan het gevoel dat je in de gaten gehouden wordt. Maar ik zie dan ook heel veel jongeren staan en dat vind ik vervelend. Nou, over het algemeen wel redelijk veilig, ja. Heeft u misschien recentelijk dingen gehoord of gelezen die er gebeurd zijn in Breda? Gelezen wel, ja, en gehoord van afgelopen weekend. Je steekpartij? Ja. En u heeft daardoor niet zoiets van, ik ga toch Breda maar even ontwijken de komende tijd? Nou, Breda voor ontwijken zal ik niet, maar misschien s'avonds sommige buurten of dat zal ik wel ontwijken. Overdag 100%. S'avonds en s'nachts kan ik er geen mening over zeggen, want ik kom er nooit. Ik lees het alleen maar in de krant en dan denk ik, oh jee. U heeft nooit iets meegemaakt in Breda wat misschien niet zo prettig was? Of... Nee, alleen maar leuke dingen. Op het Macro Parkeerterrein is deze week een Brams Gourmet Friet geopend. Dit is een hele mooie frietkraam met de lekkerste frieten van Bram Ladage. Wij namen er een kijkje. Hoe zijn we ontstaan? We zijn ontstaan uit Bram Ladage. Bram Ladage bestaat dit jaar 52 jaar. Op de markt begonnen in Rotterdam. Handgesneden verse patat. In 1988 zijn we de eerste winkel begonnen in Gouda. Nou, dat wilde eerst ons niet zo erg goed lopen. Maar goed, gaandeweg hebben we op een gegeven moment een actie gedaan dat we 2 dagen lang gratis patat weggaven. Nou, toen waren we wel bekend, zeg maar. En vanaf daar is het weer doorgegaan in Rotterdam. Winkels geopend. Ja, en zo zijn we jaar na jaar uitgebreid. We zaten een beetje vast in het Bram Ladage met de aardappel geschild. En in dit concept hebben we de aardappel gewassen. En dan een groot voordeel daarvan is dat we makkelijker grotere afstanden kunnen overbruggen qua logistiek. We kunnen dit makkelijker bewaren. Iedere dag vers. En een geschild aardappel moet iedere dag vers worden geleverd. En dit kunnen we 1 keer in de week leveren. En gaat dan een hele week mee. Ja, Brams hebben we in 2016 ontwikkeld eigenlijk. Met dat verschil, dat we zeggen, goed, we hebben een aardappel die we niet schillen, maar in schil gewassen snijden zelf. Met de hand wordt hij nog steeds gesneden. En we hebben eigenlijk, laten we ons onderscheiden met dat we geen snacks, kroketten, frikandellen doen. Maar eigenlijk het oer-Hollandse oma stoofvlees. We hebben een mooie smaak gemaakt met beef, met kip, een mooie pulled pork. Dat hebben we eigenlijk samen gedaan met een stadsgenoot van ons, Herman de Blijker. Ja, die kennen we goed. Dan heb ik gezegd van Herman, dit is mijn idee. Ik wil wat doen met lekkere stoofvleessoorten. Kun jij wat voor mij creëren? Dus die heeft een aantal smaken samengesteld. Daarnaast hebben we een samenwerking met de Macro. We hebben al een vestiging van Brams bij de Macro in Delft. En zo kwamen we ook in contact met de Macro hier in Breda.
Misschien dat we zelfs nog uitbreiden dadelijk in Breda. Er zit nog wat in de pen, maar daar mag ik hem niet wel over zeggen. Dus wij hebben er geloof in dat op zo'n plek waar toch relatief veel mensen komen, mensen die voor de macro zijn, mensen die hier werken op de bedrijfsterreinen. Nou, de benzinepomp is een behoorlijke doelgroep, maar ook de wijk die erachter ligt. Het afhalen, even langs aankomen, even gezellig zitten, dus je boodschapje. Nou goed, we hebben nu ook de oliebollenkraam naast ons staan. Dadelijk staat er een kerstmarkt voor de deur. Dus ja, dat maakt gewoon dat deze plek ook geschikt is voor dit concept. En gaat er nog een openingsactie plaatsvinden of iets dergelijks? Ja goed, we zijn al open vanaf vandaag. Maar aanstaande zaterdag, de 17e, hebben we een wat wij noemen Brams Experience Day. Nou, waar we hier dan staan met een green egg. Er wordt vers pulled pork gemaakt, zeg maar, op de green egg. En we vragen iedereen langs te komen om gratis te proeven de stoofjes die we hebben. Dus we kunnen hier kleine sampletjes met alle smaken die we hebben, kunnen mensen gratis komen proeven, kennis maken en we leggen uit over het hele concept. Ja, voor mij komt vanmorgen Sinterklaas nog het land in. Nou ja, dan moeten we natuurlijk die man even de ruimte geven. Maar daarna dan is iedereen welkom van 1 tot 5. Afgelopen week was ook de herdenking van de Kristallnacht in onze binnenstad. Onder andere voormalig burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, was hierbij aanwezig. 8 november 2018, 80 jaar geleden. Maar eigenlijk is morgen 80 jaar. Waarom wordt vandaag herdacht, een dag eerder? Omdat de Joden dus vrijdagavond met de Sabbat beginnen. Dus het is vrijdagavond en zaterdag. En daarom, omdat we ook de Joodse synagoge bezoeken en Philip Suzan ook onderdeel uitmaakt van de stichting, hebben we de dag vervroegd. Na de herdenking in de Sint-Antonius-kathedraal kreeg elke aanwezige een lichtje en vertrok de stoet. Wat hoopt u dat wij als samenleving ervan kunnen leren? Nou, ik denk dat de herinnering, je realiseren wat er toen gebeurd is en nadenken over de vraag hoe komt dat nou dat gebeurd is, dat wel elementen zijn waarvan je denkt van nou, zo moeten we het dus niet meer doen. Het thema dit jaar is het denken is opnieuw nadenken. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, want op de eerste plaats is natuurlijk wat er gebeurd is op 9 november 1938. Dus dat synagogen en winkels verwoest zijn in Duitsland en Oostenrijk. Dus dat is herdenken. Het is goed dat je dingen uit de geschiedenis herdenkt. Maar je moet ook opnieuw nadenken van hoe gaat dat nu in de wereld en in ons land en in Breda. In hoeverre worden daar nog mensen systematisch uitgeroeid, uitgemoord. We hebben dat gezien onlangs nog op dat Saudi-Arabisch consulaat in Turkije, waar die journalist vermoord is. Ik zal er ook nog wel wat over zeggen. Maar er worden ook af en toe ook nog groepen in bepaalde landen uitgemoord. Dus we moeten daar echt bedacht voor zijn en dat proberen te voorkomen. De stellingen in de maatschappij worden steeds groter, de afstand tussen groepen. Hoe kunnen die groepen samenkomen dan? Want ze moeten wel in verbinding met elkaar worden gebracht om dichter bij elkaar te kunnen komen. Nou ja, dat is dus ook heel moeilijk en sociale media helpen daar ook niet. Daar hebben we allemaal last van. Je hebt allemaal toch dat je, dat heb ik ook als ik op Twitter zit te kijken en als ik dan iemand tegenkom die me helemaal niet bevalt, denk ik, daar heb ik ook geen zin in. En dan lees ik iets van iemand die ik wel denk, nou dat vind ik leuk, dat blijf ik lezen. Dat moet je dus niet doen. Je moet dus juist ook blijven bedenken van wat mensen waar je het niet mee eens bent, wat vertellen ze nou? En probeer inderdaad ook met ze te gaan praten en probeer ze niet te vermijden. En ik weet dat dat moeilijk is, maar uiteindelijk is dat een kwestie van ons allemaal. Dat we dat allemaal proberen, dat je dus niet uit de weg gaat. Nee, je hoeft het niet eens te worden, maar je moet proberen te begrijpen. Ik geloof dat dat belangrijk is. Ook deze week hebben wij weer een dilemma voorgelegd aan de inwoners van Breda. En het dilemma is heel erg controversieel, namelijk Zwarte Piet. Wat zou u kiezen? Een Sinterklaas-intocht met Zwarte Piet of een Sinterklaas-intocht zonder Zwarte Piet? Kijk wat de inwoners van Breda kiezen. Ik wil met Zwarte Pieten. En waarom? Omdat er bij de traditie hoort, hoor je helemaal bij Nederland. Dus wat vindt u nou van dat het nu zo'n discussie is, al best wel lang? Ik vind dat helemaal niet nodig. Dit hoort bij Holland. En ja. Ik kies voor met Zwarte Pieten. En waarom? Omdat het gewoon een leuk kinderfeest is en ik helemaal genoeg heb van de hele Zwarte Pieten dilemma. Want wat vindt u nou van dat het al zo lang zo'n discussie is en het blijft maar doorgaan? Ieder jaar weer precies dezelfde discussie, dus het houdt gewoon niet op. Nee.
En ik vind het langzamerhand gewoon stromvervelend worden. Ik denk met Zwarte Pieten, omdat het toch een soort traditie is. En jij? Ook met Zwarte Pieten, want ja, ik weet niet. Het is, ja, het is leuker met Zwarte Pieten, vind ik zelf. Wat vinden jullie nou van dat heel veel mensen dus zeggen dat Zwarte Pieten eigenlijk weg moeten en dat er allemaal heel veel ruzie om gemaakt wordt? Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het niet heel leuk, want het gaat soms gaan mensen zeggen dat donkere mensen gaan ze een soort van discrimineren met Zwarte Piet. Alleen Zwarte Piet, ja, dat bestaat gewoon al heel lang en zo. Ik vind het ja niet gezellig, want Zwarte Piet is er gewoon heel lang en het is wel vreemd als er opeens allemaal Zwarte Piet weggaat. Ja. Ja, ik vind met Zwarte Pieten leuker, omdat vanuit de traditie is. Die is al een paar eeuwen oud. En ik denk dat, want er wordt tegenwoordig natuurlijk gepraat over de slavernij. Maar ik denk dat er nog nooit een kind gedacht heeft over de slavernij. Ook de ouders niet. Ze hebben daar vroeger nooit bij nagedacht. Sinterklaasfeest is ingevoerd. En het is een Hollandse traditie natuurlijk nu. Al jarenlang. En dat vind ik de moeilijkheid. Want ik kan me best voorstellen dat mensen dus op de ene hand meer zeggen. Ja, het heeft met slavernij te maken, dus mensen discrimineren of zo. Maar dat vind ik niet. En vooral in het kader van het feit dat het zo lang bestaat en dat er absoluut nooit moedwillig dat gedaan is. Kijk, als dat moedwillig zo Zwarte Piet erbij gehaald was om mensen te beschadigen of zo, dan was het wat anders geweest. Maar ik weet vrijwel zeker dat is nooit gebeurd. Het is gewoon helemaal spontaan. Gekomen is Sinterklaasfeest en dan hecht ik er gewoon aan. Zo'n traditie moet je eigenlijk gewoon handhaven voor de kinderen. Zonder Zwarte Pieten. En ja, weet je wat het is? Tegenwoordig wordt er allemaal zoveel drama over dit hele Sinterklaas gebeuren gemaakt, weet je. En het is gewoon zonde om zo'n kinderfeest zo veel negatieve aandacht te geven. En als het inderdaad zo tegenwoordig zo moeilijk is om iedereen... iedereen voelt zich beledigd, weet je wel. En als het tegenwoordig te moeilijk is, dan moeten we het maar zonder doen, weet je. Of maar met halve roet en van alles wat, weet je. Multiculturele samenleving, wat wij hier ook in leven. En als dat ook te veel is, dan weet ik het ook niet meer. Afgelopen dinsdag vond in Strandbinnen de biertapwedstrijd plaats. We hebben gekeken wie de winnaar was, degene die het beste biertje kon tappen. Het eerst op deze locatie, hier in Strandbinnen. Waarom is er gekozen voor deze locatie? Omdat het kon, omdat het groot is en omdat het vernieuwd is. En als je om je heen kijkt, Strandbinnen heeft iets moois. Het is wel een evenementenlocatie geworden in Breda. En wat houdt zo'n biertapwedstrijd dan precies in? Natuurlijk het beste biertje tappen, maar iets uitgebreider? Alle stappen die je moet nemen voordat het biertje daadwerkelijk bij de klant is. Dus dat betekent hoe je het glas vastpakt voordat je het gaat spoelen. Het spoelwerk zelf van het glas, hoe je het glas daarna neerzet. De volgorde daarin. Je moet bijvoorbeeld 4 biertjes achter elkaar tappen. Zet je al die 4 glazen zet je klaar. Nou, dan moet je op een mooie manier het bier tappen. Zonder te verspillen, want dat is een belangrijk iets tegenwoordig. Dan moet je glas afschuimen natuurlijk op een mooie manier. Dan zet je ze neer op een mooie manier. Het uitserveren, het lopen naar de mensen die ze mogen hebben. Het neerleggen van de viltjes, hoe je de glazen neerzet. En dan worden ze ook nog eens een keer beoordeeld hoe ze eruit zien. Het is een succes. We hebben 80 deelnemers ongeveer. Dus 26 locaties, 26 horecazaken doen er mee. Dat betekent dus de regio Breda, alle dorpen eromheen. Breda zelf, het centrum, alle wijken die we hebben, die mogen allemaal meedoen. Dat is ook gelukt. We hebben hoge uitzondering. Hebben we ook Zeeland en Rotterdam bij zitten dit jaar. Omdat het daar niet doorging vanwege te weinig deelnemers. En dit jaar hebben zij geaccepteerd, kom lekker hierheen. Open karakter van Breda, zeg maar. Jij bent jurylid voor de biertapwedstrijden en niet zomaar een jurylid, het eerste vrouwelijke jurylid ooit. Ja, klopt. Ik doe in Nijmegen altijd mee en toen had ik het met collega's erover. Er zijn altijd alleen maar mannen in de jury, het is echt een mannensport. En collega's zeiden, oh ja, Febe, moet je ook gewoon doen. En toen hebben ze gezorgd dat ik hier jury kon zijn, dus eerste vrouwelijke jury ooit. Wat vond je van het niveau dit jaar? Ja, dit is mijn eerste jaar hier en voor de rest, ja, Breda ken ik niet heel goed. Als ik de eerste paar rondes keek, dan dacht ik, nou, er is nog wel verbetering. En toen de halve finale en finale dacht ik van, wauw, ja, echt goed niveau, mooi, heel dicht bij elkaar en gewoon super gepresteerd.
Je hebt deze gouden biertap gewonnen, want je bent de allerbeste biertapper van Breda. Waarom denk je dat je gewonnen hebt? Ik denk door de ervaring die ik heb van eerdere edities. En ja, ik vind het gewoon leuk om bier te tappen. Ja, eerlijk is eerlijk. Want je doet het al vrij lang dus? Ja, meer dan 10 jaar. De horeca zelf dan. Ja. Nu heb je deze fantastische gouden tap in handen. Wat ga je nu doen? Ik ga nu genieten van deze avond, genieten van de winst en ja, na het EK in Amsterdam. Ja, want hoe zit dat precies? Je krijgt door deelname hieraan of door het winnen hiervan plaats je voor de nationale finale, toch? De beste biertapper van Nederland. Ja, op de Horecava heb je altijd de NK's en daar ja, heb ik nu, kan ik nu dus deelname aan nemen omdat ik bij de eerste 4 geëindigd ben als eerste. Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.